Ja, mijn idee is gebaseerd op beton zoals het gebruikt wordt in de industrie, waar ik zie dat er heel veel beton geslapt wordt. En daar heb ik zitten denken, hoe kun je nou voor zorgen dat het materiaal wat overal geslapt wordt, toch gebruikt wordt in kleine malletjes. En dan ga ik kijken welke materialen worden gebruikt en wat zie je dan op de vrachtwagen als er iets gesloopt wordt vertrekken. En dan valt mij op dat de stalen balken die worden apart gelegd en het beton dat gaat in de menginstallatie. Het idee bestaat uit het maken van kleine prefab betonblokjes die je aan elkaar kan zetten, allemaal bij elkaar, die je dan door middel van een stalen staaf aan elkaar rijgt. En dan kun je een latijn maken door ze hier op spanning te brengen. Klem je bij elkaar als een serie boeken. En dan krijg je een normale latijn. En na een aantal jaar, als je hem niet meer nodig hebt, pak je hem weer uit elkaar. En dan kun je hem opnieuw gebruiken. Zodat je in de industrie alle restbeton wat daar ontstaat gebruikt. En doordat je het gaat hergebruiken, ook niet hoeft te vermalen, krijg je dan dat je dus geen energie meer in het beton hoeft te stoppen om het opnieuw te kunnen gebruiken. Je kunt beton altijd fijn malen, maar het kost natuurlijk heel veel energie. En dat wil je zoveel mogelijk beperken. En het beton wordt dan misschien een duurder product en dan wordt de relatie tussen het materiaal beton en de arbeid, dat wordt dan iets anders, maar daardoor krijg je wel dat je het kan gebruiken. Als je gaat kijken naar duurzaamheid, dan zou het feitelijk zo moeten zijn dat die scheefgroei van materiaal wat goedkoop is en arbeid die is duur, dat zou feitelijk andersom moeten zijn. Arbeid zou goedkoop moeten zijn, want daar heb je genoeg van. En materiaal, daar hebben we steeds een tekort aan. Bezig zijn met productontwikkeling en ook met duurzaamheid, dat is feitelijk al ontstaan op een lagere school. En toen ik vroeger mijn tab toe kreeg, dan stonden daar altijd de meest verschrikkelijke plaatjes in van vervuiling in een beek en rokende schoorstenen. En dat heeft toen in mijn jeugd heel veel impact gemaakt. En ik heb altijd gedacht, hoe kan er die generatie van mensen die daarmee bezig zijn, daar gewoon 's nachts van slapen. En ik denk, nu ben ik die generatie. En dan wil ik toch niet dat er een tap toe prentje staan met rokende schoorstenen en vervuilde beken. Maar ik wil daar juist een klein steentje letterlijk aan bijdragen om daar iets aan te veranderen.